Hey hallo, Mega Jan Man hier. Vandaag geen Minecraft mee zoals je gewend bent, maar een snapshot update. Ja, het is een update. Ik ga even vertellen wat er nieuw is in de allereerste snapshot van 1.9. Ik weet even niet welk getal het is, maar ach, dat maakt ook niet zoveel uit. Dat gaan we zo zien. Even kijken, misschien staat het gewoon bij F3. 15W31A. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Wat mij betreft. Goed, allereerst. Nou, je zag dit al. Ja, dat zijn planten. Dat zijn planten. Dat zijn de chorus planten en de chorus flower. Die blokken daar bovenop. Daar ook allemaal. Dat zijn de bloemen. Die heb ik hier ook. Dat is deze. Dit is de plant. En dit is de bloem. En geloof of niet, deze waren eerst heel klein. En terwijl ik dat gebouwtje hier een beetje gebouwd heb. En wat heb getuineerd. Zijn die gegroeid. Ploep. Ploep. Deze gaat niet groeien. Dat is de plant. Dit is de bloem. De bloem die verandert straks gewoon automatisch. Als het goed is. En dit. En dat is, gaat willekeurig. Je kunt natuurlijk ook zelf kan je ze zo bouwen. Als je dat zou willen. Kijk. Dan kan je die er ook weer op zetten. Bam. Je kunt er meer op zetten. Dacht ik. Ja, dat kan er ook gewoon tegenaan. Deze vind je alleen in de Nether. In de snapshot is de Nether nog steeds hetzelfde zoals die vroeger was. Misschien dat ze de draak wel hebben aangepast. Maar goed, volgens mij niet. Nou ja, chorus flower. Plop, zie je? Hij ging net een stukje omhoog. Zo, ik ben dan nog even in creative mode. Weer op andere wereld trouwens. Naar de end gegaan. Je kunt nu dus nog zien. Dit is anders. Hier staan hekken omheen nu. Om een paar van die energiedingen. Ik heb geen idee hoe ze heet. Zullen we eens kijken. Nou zie je. Zelfs F3 weet niet hoe dit heet. Ik dacht dus dat hier niks veranderd is, maar dat is niet helemaal waar. Hier, dit wat een nieuwe portal. Die komt hier, als je de draak hebt verslagen, dan komt hij daar. Even kijken. Zo, nou daar zijn we weer. De draak is dood. Ja, dat is zo heel erg moeilijk in creative mode. Hier is een nieuwe portal verschijnen. Misschien was hij er al, dat ik hem net niet heb gezien. En daar kan je enderpearlend naartoe. En dan ben je hier. Dit is dan nog steeds het The End, maar volgens mij heet het The Dimensions. En hier ben ik net uitgeteleporteerd. En hier groeien dus die chorus bloemen. Dat wil eerder hebben gezien. Ja, sorry, ik was even in de war. Ik had niet door dat dat hier dat op een aparte plek groeide. Maar ja, je doet nog wat meer onderzoek en dan kom je daar ook uit. En hier zie je dus allemaal kleine eilandjes. Dat is hartstikke leuk. En daar... Hè? Een End Fortress. En daar... En een beam. Zo, even een snapshotje van. Dus hier moeten we even naartoe. Ha, zelfs met banieren. Ha. Coole manier van een trap maken. Hé, hey, waarom liggen hier ladders? Kijk, deze zijn ook nieuw. Die heb ik gemist. Kijk, daar heb je zo'n guardian ding. Dit zijn endstone blokken. Doe het gewoon even in creative mode. Zo, daar is weer een. Het is jammer dat ik nog steeds niet precies weet wat die rods doen.
Oké. Mag een trap? Hallo, Enderman. Nou, er schijnt ook ergens een schat te zitten. Nee, precies. Ik vind het wel heel erg leuk. En wat is die straal daarboven? Daar gaan we ook even heen. Hier. Oh, kijk, hij werkt wel. De Ender Pearl duurt alleen wat lang. Daar. En wat heb ik daar aanstaan voor een ding? Speed. Oh, het is een speed. Oh, wat grappig. Het is een beacon. Het is een beacon. Ja, daar zie je. Ah. Naar beneden. Oh, er zit glas op natuurlijk. Oeh. Nou, maar dat is helemaal te gek. Daar kan je, krijg je een beacon. Ja, wat die dingen doen, ik weet dat nog steeds niet. Diamanten, nou die heb je waarschijnlijk al genoeg als je hier bent. Protectie. Oh, fantastisch pak. Goed, en dit is dus ijzer. Nou ja, dan heb je toch mooi een paar ijzerblokken erbij. Nou, hier zit het niet onder. Te gek. Een hele echte beacon. Nou. Nou. Niet raar. Niet raar. Chorus plant, chorus flower. En als het goed is, doet deze het ook, maar ik weet niet zeker. En hoe ze groeien, ik weet het niet. Dan zie je natuurlijk deze blokken hier. Die is nieuw. Er zijn half slabs van, trappen en nog een variant. Ik vind deze wel grappig. Nou goed. Die krijg je weer. Ja, het is even een gedoe. Die krijg je weer als je zit en je... Hij ging opzij. Hartstikke grappig. Deze dingen kan je maken van, volgens mij... Kijk, moet je dat hier nou mee doen? Nee, dat is niet waar. Als je zo'n bloem stuk slaat, wat best makkelijk gaat, krijg je deze dingen. Chorus fruit. En eventueel deze. Deze krijg je volgens mij van een bloem. Maar dan weet ik niet zeker hoe ik daar aankom, eerlijk gezegd. Maar daar maak je dus die blokken van. Even kijken. Gewoon met z'n vieren dus. Kom maar even terug. Ja, dat zijn die. En dat kan je dus niet met deze doen. Want dat zijn die blokken. Maar deze kregen we ook. Fruit. Misschien moet die wel zo dan. Nee. Nou ja. Maakt het wat uit. Wat mij betreft niet. Dan komen we ooit nog wel eens achter hoe je die wel moet maken. Dit kan je eten. Maar. Dan teleporteer je weg. Ja. Dat is wel heel grappig. Want ik ben eerlijk gezegd nooit zo ver weg geteleporteerd. Zo. Dat is wel heel eind weg. Ik had het al een paar keer geprobeerd, maar dat was maar een klein stukje. Goed, we zijn weer terug. Dus dat is geinig. Een teleportatievrucht. Dit kan je niet eten. Deze kan je wel eten. Doe ik het nog een keer. Plop, dan zijn we hier weer. Ai. Dit is helemaal niet zo leuk. Oh, daar moeten we heen. Oh. Hier moeten we heen, even naar mijn huis toe. Ah, nou kan je zien dat het alleen maar een façade is. Het is een nephuis. Maar goed, dat werkt dus hartstikke leuk dit. Het komt ook allemaal uit die end. Zo hou je het weg. Dit is de eindraakhoofd. En ik heb er twee. Ik ben in de end geweest om even te kijken, trouwens op een andere wereld. Om te kijken of je... Of het daar al veranderd is, het volgens mij niet. Er is niets veranderd. Maar goed, dit is de draak. En het drakenhoofd krijg je nu. Als je de draak doodmaakt. Want het draak, er is niet één draak. Je kunt hem weer opnieuw respawnen. En dan kan je nog een keer met de draak vechten. Dan kan je weer een hoofd krijgen. Vandaar.
Dat hebben we gehad, dat hebben we gehad. Blokken hebben we gehad. Bloemetjes. Deze dingen. Dat zijn end rods. Ja, ik weet niet wat je ermee moet. Maar het zijn palen. En toen dacht ik, ach, je kunt er zo'n lamp, kan je er wel leuk op zetten. Een mooie sea lantern. Als je hier, als je op deze nog één zet, dan krijg je dit zo. Nou, ik heb daar één opgezet. En daar op de hoek. En je kunt ze trouwens ook, je kunt ze ook zo neerzetten. Hier. Zo. En ik kan er nog gewoon overheen lopen. Ja, wat je ermee moet, ik weet het niet. Dat komt misschien later. Maar dat zien we dan weer. Hier, kijk, dit is ook nieuw. Oh jee. Ach, dat gebeurde net ook al. Dan hebben we een gat in de vloer en mijn drakenhoofd is weg. Potverdikke me. Dit zijn pieten. Kijk, pieten. Dat zijn deze. Ik heb er rode pieten. Ja, ik weet niet of het echt rode pieten zijn, maar... Deze ligt ook los. Au, au, au. Ga even mee. Zo. En deze kan je niet zo poten. Ze leveren heel weinig energie op. Zoals je ziet. Maar goed, dat zitten we vol. Deze ding kan je alleen zaaien met zaad. En dat ligt hier. Beetroot zaad. Maar ik heb maar één. Ja. Als je die bone mealt. Kijk, normaal heb je bij aardappels. Daar heb je voldoende aan 3. Maar het is dus 4 keer. Die doet het. En dan heb ik hier nog beetroot soep. Bietensoep. Nou, dat is best lekker. En dat maak je zo. Plop. Je stopt 6 bieten in een bol en je hebt bietensoep. En dan denk je, ja, maar dat is hartstikke dure soep. Als je die opeet, volgens mij, krijg je 8 harten terug. Dus dat is wel de moeite waard. Volgens mij. En dat gewoon van een paar bieten. Nou, hartstikke cool. Dat waren de pieten, die zijn dus nieuw. Ik weet niet of er nog meer nieuwe eetbare dingen komen. Oh, pieten kan je ook gebruiken om als kleurstof. Kijk, je stopt er een piet in en je krijgt rood terug. Hartstikke cool. Nou, nu zag je hier al. Dit is voor mijn schild. Dat, maar ja, schilden, ik weet niet hoe je ze moet maken. Ik denk dat ze er nog niet in... Oeps, sorry. Ik heb de hik. Mijn eten komt boven. Schilden kan je nog niet maken. Deze hier. Gaat niet. Zijn er nog niet. En je zou ook 2 handen krijgen. Tenslotte. Ook nog niet in deze snapshot. Dan heb ik hier een kistje. Met allemaal pijlen. Nou, het zijn allerlei potions, die ken je wel. Maar hoe je ze precies moet maken, weet ik. Ik heb hier een potion of potion. Ik denk, ik ga daar wat mee uitproberen met wat... met wat pijlen of zo. Tot nu toe is het me niet gelukt. Want ik denk, zou denken, je doet dat even zo. Nou, misschien moet het ook gewoon zo. Ik weet het niet. Nee. Het lijkt mij ook niet dat het andersom wel werkt. Nou, het werkt waarschijnlijk ook nog niet. Maar dat komt zitten dus aan te komen. Hartstikke leuk. En je kunt er trouwens wel mee schieten. Even kijken. Nou schiet hij die gewone pijlen weg. Hoe kiest hij dan deze? Door het zo te doen? Eens kijken. Ja. Wat je dus op je balk legt. Dat schiet hij weg. Even kijken wat hij doet met die koe. Wat zijn dit eigenlijk voor... Potion of Harming. Nou ja, dat deed hij. Is een beetje overdreven van de pijl. Die harmt natuurlijk ook wel. Nou, dat is wel grappig. Dat werkt. Kom even hier pijlen. Even kijken. Ik zou nog even één kunnen doen. Swiftness. Oh ja. Beetje snelheid in die koe. Waar ben je? Daar. Zal hij alweer heel zijn? Ah! Nou, hij ging heel snel dood. Dat werkt dus. sorry. Maar ook, er komen dus 14 nieuwe pijlen, mensen.
Volgens mij zijn het er 14. Kijk, er zijn er 9, 10, 11, 12, 13, 14 nieuwe pijlen. Ja. Een spectral arrow. Ik weet niet precies wat het doet. Maar dat kunnen we nog even zien. Kijk, hij geeft ons een raar paars iets. Misschien kan ik mezelf er ook mee raken. Mis. Weer mis. Nou, hoe moeilijk kan het zijn, zou je denken. Kom op. Nou ja, goed. bijna. Ook hartstikke leuk. Pijlen. Oh, kijk. Hij doet wel iets. Maar dit is... Huh? Zie je dat? Wat grappig. Nou ja, wat het precies is, ik weet het niet. Ziet er wel leuk uit. Als je het mij vraagt. En dat doen we. Potion of Night Vision. Eens kijken of we die creeper wat Night Vision kunnen geven. Kom eens hier. Zo, nou, nu zit hij mij in het donker. Ai. Dat is toch wel geinig. Al die pijlen. Oh, kijk, zie je? Daar beneden, die animatie. Van mijn boog, precies in het midden. En dan zie je nu ook dat die aangespannen is. En misschien moet ik je nog iets laten zien. Ik denk dat ik dat hier wel kan. Dat heb ik ook ontdekt. Zo. Eens even kijken of hier een skelet is. Nou, ik heb het een beetje in het licht gezet, omdat er steeds heel veel monsters op mij afkwamen. En dat moet natuurlijk niet. Zo. Een fakkel in de grond. Deze kant op. Ik hoor een skelet, dat is goed nieuws. Is die hier? Ja, ik zoek een skelet. Oh ja, hier is mijn grote ravijn. Dat had ik al gespot. Misschien hier? Nou, dit is bijna perfect. Hoppa, en een keer vol. Kijk, dat skelet. Wat mij dan nu ziet. Ik heb geen pickaxe. Ik sla even een steenstuk. Zie je? Je ziet hem nu de boog spannen. Als je goed kijkt. Ja, dat zie je. Best cool. Wat mij betreft. Dan hebben we nog één dingetje. Dan kunnen we weer verder als ik hier weer uit ben. Even kijken, hadden we deze nog? De chorus fruit. Kijk hoeveel dat oplevert qua voedsel. Wow. Wow. Nou, ik eet gewoon nog één. Kijk, je bent weer terug. Nou, ook hartstikke leuk. Goed, dan heb ik hier nog een ei. En daarmee spawn je de Chilker. Of hoe die ook heet. En die is heel grappig. Ik zet hem even hier een beetje neer. Hier heeft eerder een gestaan. Zo, het is gewoon een blok.
Wow, maar je schrikt er een beetje van. Dat plak dat doet meer dan... Ja, dat plak dat schiet. En als die je raakt, dan word je de lucht ingeschoten. Je vliegt. En dat betekent dus, je gaat steeds hoger. Dat doe ik zelf verder niks aan. Ik heb nu mijn handen nergens aan vast. Maar je kunt hem terugschieten. Je kunt het trouwens ook doodmaken. En het schijnt... Ik weet nog niet hoe dat moet. Au. En daarom doe ik het hier, want hier is water onder. Ja, dat is best leuk. Het schijnt dat je ze kunt... dat je ze kunt programmeren. Kan ik jou programmeren? Maar hoe dat moet, ik weet het niet. Au. Nou ja, ik weet het niet. Hij kan wel stuk, dat weet ik wel. Ik zit nu een beetje klim. Nou goed, dan kunnen we je het laatste laten zien. Dit is ook nieuw wat je nu in beeld ziet. Volgens mij stond er normaal gesproken you died of zo en dan je score. En nu staat er dus Mechian de man was slain by Shulker. En dat krijg je ook in de chat te zien als je multiplayer speelt. En je gaat best snel dood van zo'n Shulker. Oep, zijn we weer. Nou, weet je dat ook weer? Volgens mij is dat ondertussen alles wat ik kwijt wou. Dus wat dat betreft... Hé joh, hou daar nou eens mee op. Hup. Oh, mijn zwembroek nog aan. Het schijnt ook dat die chulkers kunnen teleporteren. Maar of dat echt zo is, dat... Ja, ik heb hem al volgens mij al zien teleporteren. Of was dat een ander ding? Ja, weer geraakt. Even kijken, heb ik mijn boog weer opgepakt? Nee, waar is mijn boog? Het ligt daar. Pijlen. Kijk, ze volgen hier best lang. Bam, kapot. Dan heb ik geen boog meer. Nou, de vorige keer heb ik getest of ik hem kapot kon krijgen. Dat lukte best goed, maar dat heb ik met een boog gedaan. Als je goed kijkt hier, er zit een mannetje in. Hup, fukkertuk. Wat ligt hier? Oh, nog wat spul van me. Potion Levitation. Dat vind ik wel leuk. Nou, ook goed. Ook geregeld. Au. Nog één dingetje. Heel klein. Deze, als je hier pitjes van wilt. Zaden. Dan moet je... Het schijnt. Ik weet niet of dat zo is hoor. Ik heb dat ergens gehoord of gelezen. Dat je dat zo moet doen. Maar ik heb... ik heb dit al best veel gedaan. Dit hele grasveld hier. Geen enkel zaadje gevonden. Maar het zit er misschien nog niet in. Dus dat kan. Dat weet ik niet. Goed, hoe dan ook. Dit was het ongeveer. De preview. Helemaal niet slecht. Hup je hem weer. Kijk, hij wil stuk. Nou, hartstikke mooi. Kapot. Dat is dus de Shulker. De Shulker. Of hoe je hem ook uitspreekt. Maakt verder niet uit. Dit was het. Ik hoop dat je het leuk vond deze aflevering. Er komt dus een hoop nieuw bij. En we zijn nog niet klaar hè. We zijn nog niet klaar. We krijgen straks nog een linkerhand. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Want die hebben we hard nodig. Een linkerhand. Moet je anders. Misschien nog een paar nieuwe blokken. De endquad is veranderd. Maar dat is nog niet veranderd. Daar komen dungeons bij en er komen nogal meer dingetjes. Dus dat is hartstikke cool. Goed, en die dingen die blijven maar doorgroeien. Kijk deze, die hebben we net samen gepoot, hè. Die zijn al helemaal tot daar. Zo snel gaat dat. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Later, doei doei.